Mijn nieuwe kortfilm Portrait of a Disappearing Woman. Die gaat over een visverkoopster die haar dagelijks bestaan wil verlaten. En impulsloos belandt ze ergens en dat is een museum. Wie zijn jouw acteurs? Marijke Pinois, Lotte Diependalen, Gunther Lamoot, Thomas Pevenage. Lotte en Thomas zijn al mensen met wie ik zo... Met Thomas werk ik al 10 jaar samen. Allee, echt zo sinds mijn allereerste opdracht aan het Riet. Dat werkt goed. Ik ben gesteld op hen. Ik werk keigraag samen met hen. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat een acteur ook iets van zichzelf kan herkennen of vinden in het script. Of een intentie kan vinden die niet per se dezelfde moet zijn als mijn intentie, maar wel een intentie die ergens een raakpunt heeft met de film. En dat was wel zo. Een heel klein deeltje is in stop-motion. Ja, dat is niet per se special effects, dat is animatie meer. Jasmin Nelson heeft mij daarbij geholpen. Het gaat over een vis. Heel lang in het proces werd mij zo voorgesteld, we kunnen dat helemaal digitaal doen en dat is heel leuk en dat kan goed werken, maar ik wou dat echt niet. Ik vond dat heel belangrijk dat dat zo die geknutseldheid bijna had. Dat moest niet te echt of te glad lijken. En dat dient het wel echt voor. Ja, en dan andere special effects waren met Green Key dansers. Dat is best ingewikkeld, maar dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Dat was met een retro dolly en zo. Allee, ja, elk shot dat we maakten, dat op een dolly was ook, moest perfect gekopieerd. Zonder iemand van de cast herschoten worden. Dat is heel technisch. Dat slokt veel tijd, maar dat is op zich wel vlot gegaan. Wat is het volgende dan? Ik ben een film aan het schrijven met Bert Le Saffer. Dat is een jeugdfilm. En ik ben ook begonnen aan mijn eigen, aan een langspeelfilm zelf. Er is een grote kans dat er wel animatie bij zal zijn. Maar de hoofdmoot is live action. Misschien met nog te ontwikkelen elementen om de magie die zich in het script bevindt op dit moment er te kunnen uithalen.